Grolse Boys is een voetbalvereniging. Maar meer nog is het een club, een familie. Saamhorigheid, zelfredzaamheid en gezelligheid zijn van groot belang. Een geldbedrag geeft men niet zomaar weg. Zeker niet aan een onbekende. Vandaar dat wij ons eerst willen voorstellen. Aan de hand van foto's laten wij het ware gezicht van Grolse Boys zien. Samenwerking. Zelfredzaamheid. Vrijwilligers. Familie. Gezelligheid. Vriendschap. Plezier. Toekomst. Ontwikkeling. Prestatie. Grolse Boys wil graag verlichting rond het hoofdveld. We hebben al masten, maar juist het bekabelen en aansluiten is een kostbare zaak. De masten zijn overigens niet nieuw. Grolse Boys is duurzaam ingesteld en gebruikt tweedehands materialen die nog best mee kunnen. Dit zijn ze. Deze masten moeten ervoor zorgen dat we al onze trainingen en wedstrijden kunnen spreiden over twee velden, waardoor de conditie van beide velden beter blijft. Ziet er mooi uit, toch? Maar licht geven doen ze nog niet. Om de lichten te laten schijnen, moeten er nogal wat werkzaamheden verricht worden. We tekenen het even voor u uit. Dit is ons hoofdveld. De masten zijn inmiddels geplaatst. Maar eerst zijn er vergunningen nodig. Kosten €500. Om de kabels te leggen is een graafmachine noodzakelijk. Ook €500. Daarna komt de installateur om alles aan te sluiten. €600. En deze installateur heeft natuurlijk diverse materialen bij zich. Kosten €800. In totaal is er 700 meter aan kostbare kabels nodig. €2700. Dat zijn fikse bedragen die een kleine vereniging niet zomaar bij elkaar gespaard heeft. En dan hebben we het nog niet gehad over kosten die we al gemaakt hebben en de onvoorziene uitgaven. Waarom heeft Grolse Boys verlichting op beide velden nodig? We laten het zien aan de hand van een simpel rekensommetje. Grolse Boys heeft één verlicht veld. Daar wordt 4 dagen per week op getraind, door 10 voetbalteams. 32 weken per jaar wordt het veld gebruikt. Dat komt neer op 107 wedstrijden en 128 trainingsavonden. 150 voetballende leden hebben samen 300 voeten, die staan op 2561 knoppen. Ze lopen op 5000 vierkante meter in 36.482 manuren, 91.243 kilometer. Dat zijn 7.258.293 voetstappen. Simpel toch? Dat ene verlichte veld is elk jaar voor de winter al zo beschadigd dat het na de winter niet meer herstelt. Ik sta hier op het nog onverlichte veld van Grolse Boys. Op het andere veld kan prima getraind worden, maar u ziet het hier achter mij, ze bakken er helemaal niks van. Is ook niet gek zo in het donker. Op deze manier worden de voetballers natuurlijk nooit beter. Eigenlijk is het nog heel bijzonder dat ze het nog zo goed doen. Ja, weet je wat de kapper er gewoon mee? Dat heeft echt totaal geen zin. Hé, hey, maar weten jullie waar de kleedkamer is? Geen idee. Maar ik help mee met zoeken. Ik zeg alleen nog tot ziens.
Met uw stem hopen we binnenkort de eerste avondwedstrijd op een verlicht hoofdveld te spelen. En daar nodigen wij u graag voor uit. U heeft het gratis toegangskaartje al ontvangen. Dan kunt u met eigen ogen zien wat wij met zelfredzaamheid en wat financiële steun voor elkaar kunnen krijgen. U bent van harte welkom op het Wilgenpark.